dadelijk live. We gaan starten. Hallo iedereen, welkom bij de livestream. Onze eerste livestream op Facebook live. En we doen dat speciaal vandaag op Facebook, omdat de sessie vandaag gaat rond de Facebookgroep Activiteitenbegeleiding voor Senioren. En dan zou het wel raar zijn om dat via Zoom te doen, dan is het leuker dat we dat hier via Facebook kunnen doen en dat jullie dat hier kunnen volgen. En Ferry is erbij, Ferry van Melis. En eens kijken of ik Ferry erbij kan nemen. Hey Ferry, je bent nu mee in beeld. Hallo. Hoi allemaal. Hey. We waren net al even alles aan het klaarzetten om ervoor te zorgen dat jullie mee kunnen volgen wat we gaan bespreken. En, oh, Jacqueline van Scherpendeel zegt al hoi. Dag Jacqueline. Hallo. Ik kan ondertussen. Ook Cindy van Tomme is er ook bij. Blij om erbij te zijn, zegt ze. Dus jullie hebben het al door. Jullie kunnen in de chat meer reacties geven en wij lezen die dan hier. Blijkbaar wel. Dus wat wij zeggen en wat jullie horen, zit 20 seconden vertraging. Dus soms kan het een beetje duren eer dat wij jullie reacties zien. Zo loopt dat nu eenmaal. Vandaag een interview met Ferry over de Facebookgroep. En ik vermoed dat de meeste mensen hier van de Facebookgroep komen. Hè? Dat jullie eigenlijk al de sessie kennen, of dat jullie al weten waar het over gaat. Ferry, misschien kunnen we beginnen met dat jij jezelf even voorstelt, want ik was gaan kijken op jouw Facebook en daar staat heel veel op. Daar staat dat jij eigenaar bent bij Melig Melis, evenementencoördinator bent bij Brabant Zorg, dat jij straattheatermaker bent. Wat is het nu? Ja. Wat doe je allemaal? Ja. En dan heb ik zelfs nog een paar dingen afgestoten de laatste jaren. Nou ja, ik ben Ferry van Melis, ik ben 44 jaar. Ik woon inmiddels 3 jaar in Uden, in Noord-Brabant, Nederland. Nou ja, laat ik eerst beginnen met de beroepen die ik er naast mijn werk in de ouderenzorg doe. Want die zijn wat minder belangrijk voor vanavond, dus daar zal ik kort doorheen gaan. Ik werk voor een evenementenbureau, een artiestenbureau als straattheatermaker. Ik heb een act gehad waar we alle verschillende landen, België, Nederland, Duitsland, Roemenië, hebben opgetreden. En ik ben nu met een nieuwe act gestart, ballonnenkostuums. Dus echt een kostuum, helemaal van ballonnen, zodat je niet ziet dat daar mensen in zitten. En lopen wij op evenementen en dergelijke. En nou ja, door de corona heeft het meer dan 2 jaar stilgestaan. Maar ons eerste officiële optreden is zaterdag in Duitsland. Bij een hele groot parkfestival. Nou ja, daarnaast heb ik meligemelis.nl, een ballondecoratiebedrijf. Ik vouw geen ballonnen, ik ben geen ballonnenclown, maar ik maak grote poppen, figuren, ballonnenbogen, pilaren, et cetera. Dat doe ik naast mijn werk allemaal. Nou ja, ik ben eigenlijk vanaf 1 april... heb ik een baanverandering gedaan. Dat heb ik ook op de Facebookpagina aangekondigd. Ik werk zo'n 19 jaar in de ouderenzorg. Begin als activiteitenbegeleider en daarna als evenementencoördinator. Ik ben een hele lange tijd ziek geweest, geestelijk ziek geweest. En daaruit is gebleken dat ik toch wat rustiger aan moest gaan doen. Veel activiteitenbegeleiders zullen wel herkennen dat je nooit klaar bent om 5 uur met je werk en dat je in het weekend vol op ideeën zit en 's avonds en in je vakantie. Nou ja, ik ben wat rustiger aan gaan doen en uiteindelijk heeft er daarvoor gezorgd dat ik bij mijn werk in de ouderenzorg weg ben. Ik werk nu fulltime bij dezelfde stichting Brabant Zorg als waar ik al 19 jaar de activiteitenbegeleiding doe. Maar ik ben nu aan het werk bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En wij hebben verschillende bedrijfjes. Een bakkerij, een warme keuken, een theehuis. We hebben een creatieve ruimte, een modeatelier, een kaarsenmakerij, et cetera.
Daar ben ik groepsbegeleider en ga ik straks evenementen organiseren voor mensen uit het dorp. Om meer samenwerking te krijgen en om meer de reuring op te zoeken. Wat wilde ik daar nog meer over vertellen? Daarnaast doe ik namens deze organisatie iedere dinsdagmiddag nog activiteiten voor senioren. Dus dat is een heel klein stukje van mijn werk maar. Maar ik doe het te graag, werken met ouderen. Daar ben ik er wel blij mee dat ik dat iedere dinsdagmiddag nog kan doen. En dat heeft ook toegeleid dat ik besloten heb om niet te stoppen met de Facebookgroep. Dan had ik hem sowieso graag overgedragen, omdat het zo'n groot succes is. Maar ik plaats wellicht iets minder als voorheen. Maar ik merk gewoon dat de leden onderling ook heel veel plaatsen. Dus ik haal er ook mijn voordeel uit. En de kleine dingen die ik dan weer kan bijdragen om vanuit mijn kant, die plaats ik zeker. Alleen is het dus ietsjes minder als voorheen. Oké. Vertel eens, je zegt iedere dinsdag namiddag doe je zelf activiteiten in de oudersgroep. Wat zijn zo de voorbije activiteiten die je gedaan hebt? De meeste dingetjes heb ik eigenlijk ook wel op de Facebookpagina geplaatst. Laatst heb ik een poortjesbalspel gemaakt. Dat is velen misschien bekend, want het is zo simpel. Maar het werkt perfect. Een plank met gaten erin. En daar gooi je tennisballen doorheen. Nou, en dan met punten. Een soort shoelactiviteit, maar dan door tennisballen te gooien. Vanmiddag hadden we een zangeres met een gitaar op bezoek. Ik heb laatst een escape room spel gemaakt en gedaan met de mensen. Wij doen daar bloemschikken. Ja, je kunt het zo gek niet opnoemen, maar eigenlijk de dingen die de meeste mensen wel kennen. En ook ik haal ideeën van de Facebookpagina van anderen af. Kleuren, knutselen, zitdansen geef ik. Ja, noem het maar op. Kan van alles zijn. Okay. En dat doe ik iedere dinsdagmiddag. Okay. Misschien is dit ook een goed moment om eens aan de bezoekers, de mensen die meekijken, te vragen wat zij doen, wat hun profiel is. Zijn het vooral activiteitenbegeleiders? Zijn er misschien ook ergotherapeuten, kinesisten? Vaak zijn de deelnemers van deze sessies, dat is wel, vaak wel gevarieerd. Soms hebben we directeurs die meekomen, volgen kwaliteitscoördinatoren. Even in de comments zeggen wat dat jouw profiel is en waarom dat jij hier meekomt. Nou. Dat hier ondertussen eens kijken in de reacties. We hebben hier heel wat mensen die aan het zwaaien zijn. En we zien heel wat duimpjes. Ja, voor de duidelijkheid. Ik zie niemand en ik zie ook helemaal geen teksten. We hebben daar straks even gekeken, maar op de een of andere manier zie ik helemaal geen reacties. Dus ik kan op niemand reageren, tenzij dat jij mij vertelt wat er staat. Okay. Dus dan weet ik zal het in doog houden. Kijken wat er allemaal is. Bijvoorbeeld een animatrice zien we hier, een ergotherapeute, begeleider wonen en leven. En in Vlaanderen noemen we animatoren tegenwoordig begeleiders wonen en leven. En niet meer puur animatoren, omdat die rol breder gezien wordt als iemand die activiteiten doet, maar iemand die bezig is met het dagdagelijkse wonen en leven. Een zorgkundige, ergotherapeuten, begeleider wonen en leven, activiteitenbegeleidster, orthopedagoog, ergo, animator, logopediste, Stefanie, die is er altijd bij. Die krijgt de prijs voor de persoon die het meeste naar de sessies geweest is. Dag Stefanie. Iemand van bij Brabantzorg, Ariadne van Haren, een collega van jou. Oh, is er uit Graven. Van bij Brabantzorg. Goed. Probeer ook voor te stellen wie dat ik ben, want ik ben nu weer aan het interviewen, maar veel mensen weten niet wie dat ik ben. Ik ga dat gewoon heel kort doen om verwarring te veroorzaken. Mijn naam is Frederik Vinks. En ik werk voor en in het bedrijf Soul Center. Ik heb dat zelf opgericht. En nu ongeveer 4-5 jaar werken wij samen met woonzorgcentra, met de ouderenzorgorganisaties. En samen bedenken wij oplossingen om het leuker te maken in het woonzorgcentrum. Samen knutselen wij heel veel, werken we heel veel samen om manieren te vinden om veel leukere activiteiten te doen op maat van de bewoners. Dat is wat mij betreft, waar ik mee bezig ben. En jullie kennen mij vermoedelijk ook van de website, of misschien van de website Hartverwarmers. Dat is een website met ook veel activiteiten op. Er staan nu 200 activiteiten op die je kan downloaden. Dat is in grote lijnen, denk ik. Zo.
Ferry, misschien is nu een goed moment om eens voor de mensen die de Facebookgroep niet kennen of misschien nog niet goed kennen, er eens even door te gaan en eens te tonen wat erin staat. Want ja. Ik ben onlangs nog eens gaan kijken en eigenlijk de ervaring als je naar de groep gaat is eigenlijk anders dan als je het ziet voorbijkomen in je Facebookstream. Als je het ziet voorbijkomen in je Facebookstream zie je soms vragen en activiteiten, maar eigenlijk als je naar de groep gaat zie je dat er veel meer opties zijn. Ik zal die er even bij nemen en mijn scherm delen. Maar het is misschien wel belangrijk dat jij kan niet zien wat ik toon. Hè? Nee, helaas. Ik zie niet, ik zie alleen jou. Oké, iedere deelneming daarvoor. Je kent de groep en ik zal het scherm tonen ja. en zelf wat vertellen ook. En dan kan jij aanvullen. Ja, prima. Hoe we dat doen, dat is... hier zo. Normaal. Ja, nu zijn we alle twee in beeld. Ja, de magie van technologie. Wij zijn alle twee in beeld voor de mensen die thuis volgen. En we zien ook de website, de Facebookgroep. Een beetje inzoomen. Voilà. Het algemeen nu op de voorpagina van de Facebookgroep. Misschien toch even meegeven. Je zei zelf daarnet, je houdt niet zo van cijfers en data. Maar ik ga het toch even doen. Er zijn al 3.200 volgers of leden van die groep. Ja, dat is ik. Dat is toch wel fenomenaal. Dat is veel, hè? Allee, moesten we die allemaal in een zaaltje zetten? Maar als ze allemaal één activiteit per jaar plaatsen, dan hebben we al heel veel. Ja. Oké, dat is waar. Dat is eigenlijk, ja, inderdaad. Dan zijn er 10 per dag. Zeker. Dat zou veel zijn. Ja. Ja. En ik zag dat je begonnen bent in 4 maart 2018. Dat is al lang geleden. Allee, oh nee, dat is ongeveer 4 jaar geleden. Ondertussen goed gegroeid. En wat zit er allemaal in de groep? Discussie, zie je? Er is een tapje discussie. En we zien dat er veel vragen gesteld worden ook eigenlijk. Hè. Nu zien mensen bijvoorbeeld heel veel knutselwerkjes die gedeeld worden. Recente vragen die gedeeld zijn. Heel veel reacties. Dan heb je ook, ik zal misschien eentje uitlichten. Iemand die vertelt dat zij veel met bewoners met dementie werkt en dat het niet evident is om goede activiteiten te vinden en knutselwerkjes te vinden, ook specifiek knutselwerkjes die als volwassen genoeg bestempeld worden. En daar zijn 52 reacties op. Wauw. Ja, dat is ook zo'n pagina. Er hoeven niet alleen maar ideeën gedeeld te worden, maar je kan elkaar ook helpen door vragen te stellen. En ik merk vaak dat er echt, er wordt iets geschreven en in een aantal minuten staan er al verschillende reacties op. En dat is gewoon super, dat we elkaar op die manier kunnen ondersteunen in ons vak. Misschien, ik ben een beetje een nerd, dat weet je misschien al. Ik heb onlangs iets leuk ontdekt. Hier, als ik vragen interessant vind in de groep, dan sla ik die op zodat ik die makkelijk kan terugvinden. Want er zijn eigenlijk, daar gebeurt heel veel in. Hè. En wat je kan doen is dat je op een bericht kan je klikken en je kan doen bericht opslaan. Heel simpel, gewoon bericht opslaan. Hier, en dan kan je zeggen, bijvoorbeeld hier, ik heb hier een groepje gemaakt met alle interessante vragen op. En nu sla ik dat op en dan kan ik heel makkelijk achteraf daar terug naartoe gaan. En als ik zo, dit is nu wel het heel specifiek, en dan heb ik zo'n eigen lijstje om naartoe te gaan. Dus dat is een toffe manier om de groep te gebruiken. Ja. Dus kijk, misschien wel de een heel populaire sectie is ook de sectie bestanden. Ja. Hoe werkt dat? Dat zou ik sowieso wel willen benoemen. Nou ja, ondanks dat ik nu niet kan zien wat de mensen thuis zien, heb ik wel wat voorwerk gedaan. Want ja, sommige dingen vind ik heel makkelijk, kan ik uit mijn hoofd. Maar er is laatst ook iets in Facebook veranderd. Eerst stond bovenin het woord bestanden. Inmiddels moet je klikken op filter en daarna op bestanden, als ik het goed heb begrepen. Ik krijg een van de veelgestelde vragen die ik voorbij zie komen, algemene vragen, is van, ik wil iets voor Paas organiseren. Wat kan ik doen? Heeft er iemand een quiz over de zomer? Noem het maar op.
En dan zie je ook aan de reacties, kijk even bij de bestanden, en dat is gewoon vriendelijk bedoeld natuurlijk, maar daar staat zo ontiegelijk veel, dat ik laatst bij een paar feestdagen, met kerst, Sinterklaas, oud en nieuw, heb ik zelfs oude activiteiten opgezocht, en die opnieuw herhaald, van die en die persoon heeft in het verleden die en die activiteit geplaatst, en ga eens kijken bij de bestanden op die en die manier, op die datum. Bij bestanden kan je bovenin bij het loepje klikken en daar kan je bijvoorbeeld zoeken onder Pasen, Kerst, Carnaval, Koningsdag, etc. Maar ben je nog niet zo bekend daarmee met de pagina, ga dan gewoon klik op filter en dan naar bestanden en ga daar eens doorheen scrollen. Wat daar de afgelopen jaren allemaal niet aan kant-en-klare activiteiten staan. Sommige activiteiten zijn zo te gebruiken en sommige zul je misschien iets moeten aanpassen aan de doelgroep waarmee je werkt. Je had het er net, Frederik, al over van ik zoek iets voor senioren met dementie. Een tijd geleden heb ik ook iets geplaatst en kreeg ik een reactie van ja, maar daar kan ik toch niks mee voor mijn doelgroep. Nou ja, misschien is het voor mijn doelgroep wel te gebruiken, maar voor die ander niet. Maar pas hem dan aan. Veel vragen of dingetjes zijn aan te passen. En dan moet ik zeggen dat de doelgroep mensen met dementie ook niet de doelgroep is waar ik veel mee gewerkt heb. Mijn passie, met alle respect naar alle mensen die met mensen met dementie werken, maar die passie die ik vind bij mensen die somatiek hebben of zijn, die nog wel het een en ander kunnen, geestelijk en lichamelijk, daar ligt mijn passie. En mensen met dementie, daar kan ik voor mijn gevoel te weinig mee. Gelukkig zijn er heel veel mensen die dat wel kunnen. Maar dan dien je de activiteit aan te passen. Je kan ook altijd vragen aan elkaar stellen van hoe kan ik dan iets aanpassen. Maar bij die bestanden vind je zo ontzettend veel leuke kant-en-klare activiteiten dat het meer dan de moeite is, meer dan de moeite waard is om eens een keer op bestanden te klikken en er op een vrij uurtje eens doorheen te scrollen. En misschien ook wel als je zelf iets toevoegt, dat je best je bestand goede kernwoorden geeft, zodat mensen kunnen terugvinden. Als het over Pasen gaat, uiteraard het woord Pasen, daarin als dat een quiz is, quiz Pasen, om het doorzoekbaar te maken. Want ik zie hier bijvoorbeeld een bestand staan, 2022-04-01, en dat is moeilijk om... Dan weet je niet wat het is. Ja. Nee. En... ze plaatsen ook wel eens mensen een heel leuk creatief idee of een quizje of een, dan is er een voorstelling in huis geweest, een muziekoptreden. Maar daar blijft het dan bij en dan krijg je heel veel vragen eronder. Heb je het bestandje, heb je de adressen of wat kost zoiets? Het zou natuurlijk voor ons allemaal heel fijn zijn als je iets plaatst om er net even iets meer informatie op te zetten. Van waar kan ik die persoon boeken of wat kost die of prijs in overleg, maar bel dat en dat nummer of iets dergelijks. Of als je een creatieve activiteit hebt, schrijf er even in het kort bij hoe je het gemaakt hebt. En als je een bestandje hebt met een voorbeeld, zet er dat dan alsjeblieft in. Want dan voorkom je heel veel vragen van volgers. En je maakt er heel veel mensen ontzettend blij mee. Dat is mijn ervaring met die pagina. Ik ben een poll via voor de mensen op Facebook, een bevraging. Wie heeft al eens activiteiten vanuit de Facebookgroep gedaan? Heel simpel, ik ga die poll even aanzetten en dan kunnen we dat al eens, eens kijken. Ik heb dat nog nooit gedaan, heer, maar dat gaat perfect lukken, hoop ik. Eens kijken. De vraag is, gebruikte je al een activiteit van de Facebookgroep? Normaal. Zo, de poll staat live. En dus nu gaan die... Ah, je kan dan mee zien dat je aan het aanzetten bent. Ja, oké. Ik zie het. Zo, of dat mensen al... Er zullen snel wel resultaten komen. Ik vermoed dat de meeste mensen hier al activiteiten gedaan hebben van de groep. Hè. Vijf mensen zeggen al ja heel vaak. Eén iemand nog niet. Twee mensen ja al een keer. De resultaten zullen nog wel binnenkomen. Zes mensen zeggen heel vaak, ik ga een tweede poll lanceren met misschien nog interessantere vraag.
En dat is, heb je al zelf activiteiten toegevoegd? Ik ben wel benieuwd om te kijken wat Ja. die verhouding is. Want dat is een van de regels in de groep zeker, hè? Dat je ze ook... Ja, ik hou helemaal niet van regels, maar ten eerste wil ik voorkomen dat er alleen maar hobbyisten komen. Dus daarom is de pagina niet geopend voor iedereen. Daar heb ik met de leden een aantal maanden geleden heb ik ook gevraagd: wat vinden jullie ervan? Moeten de mensen echt allemaal werkzaam zijn binnen de ouderenzorg bij activiteiten? Of mag iedereen aansluiten? En dat was al heel snel duidelijk: laat ze die vragen beantwoorden. Dat geeft mij geen garantie dat mensen niet in de ouderenzorg werken. Maar ik wil voorkomen dat artiesten, bedrijven, hobbyisten er allemaal opkomen. Het is echt ja, werkgerelateerd aan de ouderenzorg, aan activiteiten in de ouderenzorg. En ik denk als mensen er echt graag bij willen, dan is het beantwoorden van de drie vragen, alhoewel dat 50% dat niet doet, maar die worden dan ook niet toegelaten. Maar het is zo'n kleine moeite ten opzichte van wat je op de pagina kunt halen. Dus er worden drie vragen gesteld van ben je zelf ook bereid om activiteiten te delen met ons of een keer een activiteit te delen? En waar ben je werkzaam? Wat is je functie daar? Of ben je vrijwilliger? En ik ga akkoord met de groepsregels, inderdaad, die staat er ook op. En dat betekent onder andere dat je niet zomaar kant-en-klare spelmaterialen op mag zetten waar copyright op zit. Want daar gaan we met z'n allen problemen mee krijgen. En dat is logisch natuurlijk dat er niet kant-en-klare boeken of bestanden opgezet worden die een bedrijf of een ander heeft gemaakt en wat verkocht wordt, dat mag niet zomaar natuurlijk gedeeld worden. En ja, ik probeer daar zoveel mogelijk actief in te kijken dat dat ook niet gebeurt. Maar ik zit natuurlijk niet alle minuut van de dag op de computer. Maar ik probeer het zoveel mogelijk in de gaten te houden. En ja, als daar toch misbruik van gemaakt wordt, ja, dan is het op één knopje drukken en is diegene weg. Maar ik wil gewoon ervoor zorgen dat het gewoon een fijne groep is waar we met z'n allen heel veel tips en ideeën uit kunnen halen en waar we elkaar kunnen helpen. En dan echt vakgericht. En hoe werkt het nu met de moderatie? Ben jij de enige eindbaas? Of zijn er ook andere mensen die Oh, mee dat klinkt met wel heel leuk. de Nou, ik ben. 3000 mensen, daar wordt heel veel op gepost. Hè. Ben jij de. Wat? Ja. Ja, nee, ja, dat wordt. Ja, ik zeg niet dagelijks, maar soms zijn er dagen dan worden er drie of vier dingen opgezet. Dan een paar dagen niets en dan maar eentje en dat gaat zo door. Maar er worden wekelijks worden daar activiteiten opgedeeld. Het zal ook wel afhankelijk zijn van het seizoen, want ik heb het gevoel dat er in de winterperiode veel meer gedeeld wordt dan in de zomer. Dan zitten mensen vol met kerstideeën en zo. Maar ja, ik ben de beheerder. Op zich is dat niet heel veel werk, moet ik eerlijk zeggen. Alleen ik moet wel bijna dagelijks kijken of er mensen zich weer willen aanmelden. En die moet ik dan accorderen, zeg maar, van ja, die mogen lid worden of die hebben de vragen niet ingevuld. Of het is een bedrijf, dan ga ik weer eens vragen van wat is je bedoeling op deze pagina? Want reclame maken door een bedrijf, daar heb ik inmiddels door een aantal leden en de grootte van de groep heb ik daar voor mezelf wat afspraken over gemaakt. Dat het niet de bedoeling is dat het een reclamepagina wordt. Af en toe plaats ik wel wat reclame voor een bedrijf of ik laat een bedrijf iets op plaatsen. Dan is dat eenmalig als ze iets nieuws aan te bieden hebben of iets dergelijks. Maar leden mogen wel reclame maken als er een nieuw boek of een nieuw spel uit is. Maar voor bedrijven heb ik zoiets van, probeer ik toch enigszins voorzichtig in te zijn. Eens kijken, er zijn verschillende antwoorden binnengekomen nu. Oké. Onder andere zien we, normaal kan ik eens testen of ik nu de resultaten van de poll kan tonen in de video. Daar ben ik niet zeker van. Nee, het is niet aan het komen, maar ik kan dat ook zeggen gewoon. Eén persoon deelt vaak activiteiten, zes mensen hebben dat al eens gedaan en één persoon heeft dat nog niet gedaan. Maar ik heb eigenlijk nog niet zo goed zicht op hoeveel mensen momenteel aan het meekijken zijn. Eens kijken, kan ik dat hier zien? 33 mensen zijn ondertussen aan het meekijken. Zo, en al zes reacties. Iemand, oké, er komen vragen binnen. Ik ga even naar de vragen kijken. Ik zie dat hier net passeren. Nel Terpstra vraagt: Ferry, hoeveel uren werk je? Het moet wel je passie zijn om er zoveel tijd in te investeren. Ik wil je bij deze al bedanken voor je mooie werken. Nou, dat is heel aardig. Maar goed, ik blijf het zeggen, we doen het allemaal samen. Dus het is, ja, het is een opzetje van mij geweest. Ik kan straks uitleggen hoe ik hier
toe ben gekomen, als je dat interessant vindt. Ik werk 36 uur bij Carousel Groen, dus mensen met een afstand op de arbeidsmarkt, waarin ik dus onder andere een van de werkzaamheden, de dinsdagmiddagen, voor seniorenactiviteiten organiseer. En de straattheater, dat is met name in de weekenden en soms ook door de weeks. Ja, dat is maar net wanneer er opdrachten komen. En mijn ballondecoratiebedrijf, meligemelis.nl, dat is voor het werk. Dus om 8 uur spullen bezorgen of plaatsen bij klanten. En s'avonds na het werk ook. Net heb ik ook weer klanten gehad die wat opkwamen halen. En ik moet vanavond weer voor morgen dingen klaarmaken. Dus ja, de ene keer dan ben ik daar 6 of 7 dagen de week mee bezig. Van 's morgens tot 's avonds laat. Werken, straattheater, administratie en de ballonnen. En de andere week dan ben ik daar, dan heb ik het rustiger. Ja, maar de pagina kost niet zoveel tijd. Dus dat valt op zich wel mee. Oké, iedereen. Maar bedankt voor de gemeenschap doet dat zelf. Doet zoveel mensen dingen in. Zo. Eens kijken. Ook al niemand zegt, Marleen zegt, ook ik heb al veel activiteiten gevonden en gebruikt bij de bewoners in het woonzorgcentrum. Soms pas ik ze aan en dan zet ik ze in de groep met een foto. Dat is wel leuk, dat mensen kunnen zien dat er iets met hun activiteit gedaan wordt. Maar ja, juist. Dat stimuleert elkaar ook. Hè? Dat had ik daarnet ook. Ik was op een congres over ergotherapie, vandaag. En daar kwam iemand naar mij en die zei, ja, we hebben deze bepaalde hartverwarmersactiviteit gedaan. En op de website van hartverwarmers staan ook activiteiten. En dat was een bewegingstuin, denk ik. En dat was de eerste keer dat iemand mij dat vertelde, van wij hebben daarmee iets gedaan. Dat verraste mij. Dat is eigenlijk veel fijn om te horen dat gebruikt wordt. Want zo kan anoniem zijn, hè, zo op het internet. Je ziet wel dat mensen dingen reageren en downloaden, maar het is wel tof als je ziet dat er iets mee gebeurt. Ja, juist. Ja. Ja, dat is het voordeel van de Facebookpagina, dat het heel... zonder een drempel om er iets op te plaatsen. Al is het een foto met een kort stukje tekst van wat leuk, we hebben die en die activiteit gedaan. Zo heb ik laatst een escape-spel gemaakt naar aanleiding van iemand die dat plaatste op de Facebookpagina. Ik dacht, oh, eindelijk weer eens iets vernieuwends, voor mijn gevoel dan. Niet alleen maar bingo knippen, plakken en liedjes zingen. Hoewel dat ook leuk voor de mens is, maar ik denk, je krijgt ook een nieuwe generatie binnen en dan... Nou, ik heb een escape-spel gedaan. Nou, zelf had ik er zoveel plezier in met de bewoners. En als je het zelf al hebt, straal je dat uit. Dat ze zeiden, dit moeten we vaker doen. Dus ik ben nu alweer met een andere bezig, zeg maar. Dus het is altijd heel leuk om dat terug te zien voor mezelf. Maar zeker ook voor degene die er iets opgeplaatst heeft, om het terug te zien. Ik zie dat je mij van alles doorgestuurd hebt. Ik ben ondertussen de Facebook mee in het oog gaan het houden. Eens kijken naar volgende vraag. Iemand vroeg nog of je pagina's kent specifiek voor activiteiten voor mensen met dementie. Dat is een goeie. Nee, er is wel iets van een pagina van dementievriendelijk, maar dat zijn niet echt activiteiten volgens mij. Misschien zijn er nu mensen online die dat weten. En anders dan zou ik vragen, stel die vraag op de Facebookpagina. En wie weet dat je heel snel een reactie krijgt van mensen. En wat ik heel vaak doe als ik op zoek ga naar een bepaald onderwerp, dan zoek ik gewoon op een steekwoord. In dit geval activiteiten voor mensen met dementie. Of alleen onder het woord dementie. En dan kom je misschien wat verder op internet. En om even dan de vorige die hier een interview heeft gehad, waarvan ik even zijn naam kwijt ben, met de bewegen, Joël was dat toch? Ja, Joël Kruisselbrink, ja. Bewegingsbroek ja. Joël. Ah ja, heeft heel mooie activiteit, bewegingsactiviteit. Zo simpel. Ja, bewegingsactiviteiten. En ik ben hem nu aan het volgen op Instagram. Ik heb er nog eigenlijk niks mee gedaan, in alle eerlijkheid, maar daar staan zoveel leuke dingen die voor mensen van alle categorieën mensen zeg maar beschikbaar zijn. Dat kan je met kinderen doen, dat kan je met de mensen waar ik dan mee werk doe, dat kan je doen met mensen met dementie. Je kan het allemaal aanpassen, maar het is voor iedere doelgroep gewoon leuk. Tegen bellen, blaas,
aanslaan tegen bellen van een bellenblaas en vandaag weer balletjes in een paraplu gooien. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn allemaal om toch iets leuks te doen. Het kan heel gemakkelijk zijn, denk ik. Ik heb eigenlijk een goed voorbeeld zelf hier in mijn bibliotheek. Ik heb hier achter mij, zien of dat in beeld kan, een hele bibliotheek vol met boeken over ouderenzorg. En één daarvan moet ik nu net aan denken en dat is dit boek. Het is alleen enkel in het Frans beschikbaar. Dus dat is een goede uitdaging voor mensen die het Frans niet zo goed machtig zijn. En dat is deze boek. Je kan dat niet zien, Ferry. Het heet... ja, het zie je ook al, hoor, maar... Ja, het heet Alzheimer anders bekeken. 100 activiteiten voor meer leven. Dat is een boek van Signor Montessori, van de Montessori-methode. En ja, dat staat propvol hele dagelijkse gewone activiteiten om te doen. Het hoeft niet altijd een speciale quiz- of knutselactiviteit te zijn. Gewoon hier, iemand is hier kleren aan het uitkiezen. Ja. Dat is een activiteit. Iemand is de afwas, of nee, handen aan het wassen. Iemand is eten aan het maken. Ja. Ja. Iemand is de tafel aan het klaarzetten. Dat klinkt heel normaal, maar in heel veel woonzorgcentra wordt u dat afgenomen. Hè? Mag je dat niet meer doen? Terwijl dat heb je altijd thuis gedaan. Als het op een veilige manier gebeurt. Alsjeblieft. Als het op een veilige manier gebeurt, zou ik niet weten waarom het niet kan. En bijvoorbeeld bloemschikken. Ja, wat kunnen we nog met de bewoners maken wat niet kinderachtig is? Je kan ook als begeleiding zelf een bloemstukje maken. En dat als beleving aan de mensen laten zien. En laat een bloem zien en laat een bloem ruiken. En vraag wat voor bloem je in je handen hebt. Laat ze een bloem erbij steken als je bang bent dat het ze zelf niet lukt. En zat dat bloemstuk op tafel. Je kan daar een hele beleving van maken. Maar nogmaals, ik ben daar niet zo goed in thuis. Mensen met dementie qua activiteiten. Maar ja, stel de vraag op de Facebookpagina. En dan verwacht ik echt wel dat daar nog wel wat reacties op zullen komen. Ja. Oké, voor mij is het ook wel een leuke om misschien eens een expert uit te nodigen in deze sessies over dat onderwerp. Ja. Nou ja, misschien heb ik al een tip voor je. Ja. Er is een oud collega van mij, die heeft laatst een boek uitgebracht, Ria van de Elzen. En een heel interessant boek. En zij schrijft dan, als ik me niet vergis, dat de activiteiten juist van mensen met dementie geschreven zijn in dat boek. Ria van de Elzen heet ze. En, maar die activiteiten kan je ook gewoon weer in alle doelgroepen... laten plaatsvinden, zeg maar. Er staan eenvoudige quizjes op, spelletjes, noem het maar op. Wellicht dat je daar ook nog wat uit kan halen. Oké. Ja, ik heb het net gevonden. Ik ga het er gewoon even bij halen. Zo gaat dat hier. Ja. We kunnen normaal gezien nu... Kan ik mee dat tonen? Hier, dat is Ria. Iedereen kan Ria nu zien hier. En ik heb dat gewoon even ingetipt in Google. Ria van den Elzen. En dan heb je hier een boek... Activiteitenboek voor en door mensen met dementie. Of dementie. Ja. In Vlaanderen zeggen wij dementie. Jullie zeggen dementie. Ja. Ik zat er al aan te denken om die tip door te geven aan je. Dat het wellicht ook heel interessant kan zijn om haar een keer uit te nodigen voor een interview. Maar dat boek kun je bestellen. Dat is echt maar een paar tientjes. En daar staan heel veel leuke ideeën in. Volgens mij ging zelfs de tweede druk er al doorheen, terwijl het nog maar net uit is. Tweede druk. Groot succes. Ja, dus voor degene die daar interesse in hebben, zoek haar even op, stuur haar een berichtje en je krijgt van haar de link door hoe je het kan bestellen. Voilà, het zit al in mijn winkelwagens, hè. Oh, kijk. Het gaat hier vooruit. Ja. Dit interview kost je geld in plaats van... Ferry, ik heb... deze sessie eigenlijk ook een beetje als een soort quiz opgevat, omdat veel van de activiteiten quizzen zijn en ik heb eigenlijk zo wat quizvragen in beeld, maar ik ga ze we gaan het extra moeilijk maken, omdat jij het niet kan zien, ga ik beschrijven wat we zien en dan ga jij moeten raden waar het over gaat. Een experimentje, eens kijken. Maar wat we nu in beeld zien zijn vierkantjes, kaartjes.
En in helemaal één kaartje is, naar welke dag in de geschiedenis zou u terug willen? Een ander is, wat zou u doen als u onzichtbaar was? Eentje is, hoe zou uw dag eruit zien als u miljonair was? Zeg mij als je weet waarom ik dit aan het vertellen ben. Hè. Heb je een idee? Ja, dat weet ik wel. Ja, dat zijn de kaarten van de kletsdoos. Ja. Ja, dat is een van de activiteiten die ik op heb gezet. Waar ik helemaal overspoeld werd door mailtjes. Van als je bestand wil, stuur me dan een mailtje. Nou, ik heb het idee dat ik al een paar honderd mailtjes heb gestuurd. En dan wilde ik iedere keer netjes een tekst bijzetten. Ik werd er helemaal gek van. En toen heb ik dus uitgevonden dat je het als bestand kan plaatsen. Dus volgens mij was het toen als bestand geplaatst. Dat was wel een van de grotere bestsellers voor mij, wat ik geplaatst heb althans. Dus, want er zijn veel meer hele leuke dingen die anderen plaatsen. Maar dit was wat ik geplaatst heb, wat het meeste reacties heeft opgeleverd. Oké, nu zijn we... En zoveel dat ze er ook een spel van gaan maken op dit moment. Er is een bedrijf die daar een spel van gaat maken. Dat komt binnenkort uit. Echt? Ah, tof. Ja. Van deze vragen van jou. Ja. Man. Ja. Ja. Wow, er komen twee spellen, dacht ik, uit en dit is er eentje van. Kletspot. En zodra dat bekend is, dan... het is niet als kletspot, want dat is al een officiële naam van een soort spelvorm. Maar zodra die uitkomen, die spellen, dan plaats ik dat op de pagina. Oké, tof. Waarom dat ik deze toonde, is omdat ik ontdekt heb op de website, allee, op de Facebookgroep, hoe dat je de allereerste activiteiten kon vinden. Dat is echt simpel. Je kunt filteren op datum en dan zie je wanneer iets toegevoegd is. En ik merkte inderdaad dat pas het eerste bestand gedeeld is na een jaar of zo. Eens even kijken. Dus het bestond van in april of zo 2018. En 19 februari 2019 om 10 uur 's avonds heb jij deze kaartjes geüpload. Ja, maar daarvoor was ik volgens mij al actief. Maar ik ontdekte pas later. Ik ben niet zo technisch qua computers. En ontdekte ik pas op een later moment hoe je bestanden kon toevoegen en dat dat ging. Ja. Dus vandaar. Hier zie je dat. Dus je kan eigenlijk ook zo filteren. Ik ben het aan het tonen op de eerste. Dus de allereerste dat je had was vragenkaartjes. En dan de dag erna heb je die nog eens... Ah nee, heb je diezelfde dag nog eens gedaan. Vragen, kletspot, senioren. En ik zie eigenlijk... Zo, dus dat is februari. En dan heb je in februari nog eens iets. In juli heb je dan een zomerpubquiz. Daar heb je verschillende bestanden van gedeeld in juli. En dan... Ineens, 29 september 2019, is daar ene Inge Serkowski. En die heeft als eerste andere persoon iets gedeeld. Ah ja, ja, ja. Ja. Ze heeft een draaiboekje voor, van rond Sinterklaas gedeeld, denk ik. Ah ja, dat zou kunnen, ja. En dan zien we dat ineens in gang komt. 1 oktober, Nederlandse zangers door Lu Ba... Dan in oktober, november, ineens beginnen er allemaal mensen van alles op te laden. Ann Schellekens zie ik, die uploaden op Soul Center, op hartverwarmers ook van alles. Swingo. Dan zie je dat ineens in gang gaan. Hoe is dat gekomen? Hoe is dat allemaal aan het rollen geraakt? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet meer hoe dat precies is gegaan. Maar, of bedoel je meer, hoe ben ik met die Facebookpagina van start gegaan? Ja, is dat je vraag? Dat ook, ja. Ben je begonnen. Ah, oké. Nou, binnen onze stichting zijn bijna 35 zorglocaties van Brabant Zorg. Allemaal in Brabant natuurlijk. Ik heb toen met de afdeling communicaties gezeten. Van kunnen wij niet met alle activiteitenbegeleiders bij elkaar zitten van de verschillende locaties. Op eigen initiatief, als ze dat willen, om een vergadering bij te wonen. 2 keer per jaar bijvoorbeeld. Van hoe loopt het? Kunnen we ideeën delen? Ik ben heel erg van het wiel hoeft geen 2 keer uitgevonden te worden. En in het begin liep dat wel aardig. Toen liep het terug. Er kwamen steeds minder activiteitenbegeleiders bij de bijeenkomsten. Die iedere keer op een andere locatie werden gehouden. Toen hebben we bedacht, we gaan er een thema aan verbinden. Dus bijvoorbeeld bewegen. Alles gaat die dag of die middag of ochtend over bewegen.
En iedereen neemt iets mee waarvan hij denkt, of zij denkt, dat het van toegevoegde waarde voor de anderen kan zijn. Een nieuwe zitdans die uitgewerkt is, of een nieuw beweegspel, of een nieuwe cd die ze gekocht hebben, die heel erg aanslaat waar andere locaties iets aan hebben. Laat die dan zien, zodat ze die kunnen bestellen, et cetera. Nou, er kwam op een gegeven moment zo weinig reacties meer op, dat we daarmee zijn gestopt. Oh, en ik heb net... Ja, daar zijn we... Ik dacht dat het verhaal de andere richting ging uitgaan, dat dat een groot succes ging zijn, maar nee. Nee, absoluut niet. Nee, en ik snapte het niet, want ik ben regelmatig jaren geleden, dan ging ik gewoon naar een collega-zorglocatie en vroeg ik, mag ik eens een ochtendje bij jullie in de kasten snuffelen, waar jullie aan spullen hebben, mag ik eens wat kopietjes en foto's maken, dan heb ik weer wat materiaal om iets mee te doen. En nou, ik leerde daar meer als een hele bijscholingsdag. En daar in een uurtje of twee uurtjes tijd. Plus je leert je collega's kennen. Dus wil je eens iets lenen van een andere locatie, verkleedspullen, themaspullen, spellen, dan weet je elkaar makkelijker te vinden. Nou ja, dat werkte niet. En toen heb ik op een gegeven moment bedacht van, oh, toen hebben ze mij gevraagd, zou ik niet binnen de stichting iets kunnen bedenken dat er een bestand komt wat er in alle huizen te vinden is en dat we daar gebruik van kunnen maken. Marktkraampjes, echt de grotere dingen. Duitse kleding voor een Duitse dag, et cetera. Dat is niet van de grond gekomen. En toen dacht ik, als het op mijn werk niet lukt, dan ga ik het proberen op Facebook. En daar werd al vrij snel, daar kan ik me nog wel herinneren, een succes. Dat er steeds meer leden kwamen en er werd ook wat geplaatst. En dat plaatsen en het aantal leden werd steeds meer. En ik kan me voorstellen, als je iets plaatst op de pagina en je krijgt daar heel veel reacties op, dat ook weer stimuleert om er nog een keer iets op te zetten en nog een keer en nog een keer. Nou ja, zoals ik straks zei, met ruim 3200 leden, als die allemaal maar één keer per jaar iets plaatsen, nou dan staat er heel veel op. En ja, dat stimuleert elkaar alleen maar om weer dingen te plaatsen. Ja, zo is het in heel kort door de bocht eigenlijk ontstaan. Dus ja. Oké, goed. Eens kijken, misschien... Ik ga eens even spieken op mijn vraag. Ik heb hier... dat is misschien wel iets... Je hebt het al een beetje behandeld, maar zie je... regelmatig patronen terugkomen. Hè? Je hebt nu 4 jaar ongeveer dat je vragen ziet, dat je de activiteiten ziet die ingestuurd worden. Begin je zo daar patronen in te ontwaren, komen er veel dingen terug. En wat je niet in beeld ziet, is, ik ging er eigenlijk een quiz van maken en je zag het beeld van de film Groundhog Day, waarin iedere dag hetzelfde is. Dat is een oude film. Nee. Dat ken ik niet, maar oké. Nee, hele toffe film trouwens om te kijken, met Bill Murray. Maar dus denk je soms van, oei, deze vraag hebben we net gehad. Of deze vraag hebben we vorige maand gehad. Wat zie je zo allemaal terugkomen? Ja, dat klopt. Maar dan is het met name de algemene vraag van, dadelijk wordt het weer zomer. En dan krijg je weer, verwacht ik wat meer vragen. Hebben jullie een zomerquiz? Weet er iemand wat we van een zomeractiviteit kunnen doen? En dan reageren mensen daaronder van, ja, als je even bij bestanden kijkt, dan vind je al heel veel. En dan blijkt die persoon dan niet te weten dat dat kan. Maar je kan dus 4 jaar terug zoeken bij bestanden en dan staat er heel veel. Of je moet een specifieke vraag stellen, maar meestal is het heel algemeen. En wat mij ook is opgevallen, ik ben heel erg van quizzen maken. Zeker ook omdat de bewoners en de vrijwilligers die helpen dat ook ontzettend leuk vinden. Ik maak ze heel graag als pdf of in Word-bestand op papier. Op een gegeven moment werd de vraag gesteld, kan je die ook als PowerPoint maken? Dan kunnen wij het op groot scherm vertonen. Nou ja, dat kan ik op zich wel, maar ik gebruik dat weer niet. Wij hebben geen groot scherm op de nieuwe locatie, dus ik doe het dan op papier. Maar dan merk ik wel dat weer andere leden mijn vragen, de quizvragen die ik heb gebruikt, ik haal er ook veel van in van net hoor, dus, maar die zetten er dan in PowerPoint met leuke afbeeldingen en noem het maar op. En die plaatsen dan op. Dan kunnen mensen ook gaan kiezen. Hey, ik wil hem op papier of op PDF. En ik zie dat er steeds meer op PDF komt. Dus dat valt mij op. Maar het zijn voornamelijk dus de algemene vragen. PowerPoint. Meer, wat bedoel je? Sorry. Ja. Ja, dan hier ook. Ik kan
samen kijken. Maar dat is wel mooi, want dan zie je dat mensen toch gaan aanpassen aan hun werkomgeving en de materialen die ze hebben en de interesse van de bewoners. Soms werkt iets wel en soms werkt iets niet. En als het op een groot scherm beter werkt als op papier, omdat dat beter leesbaar is voor de mensen of omdat het dan interactiever is, nou, dan vind ik leuk om te zien dat mensen het dan gewoon gaan aanpassen of zelf iets maken en het dan dus ook willen delen met de rest. Dat is misschien wel een goede les. Dat sommige mensen zouden misschien denken van, oei, ik maak daar mijn eigen ding van, ik hou dat voor mezelf, of het gaat lijken alsof ik dat gestolen heb of zo, maar ik kan dat perfect terug opladen en jouw ding van maken. Ik haal ook heel veel ideeën gewoon van internet en die pas ik dan weer aan de doelgroep waar ik mee werk. En dat is absoluut geen geheim, er is niks van mij bij. Ja, ik heb het gemaakt, maar gebruik het alsjeblieft. En ik zou het heel leuk vinden als mensen het dan ook weer opnieuw plaatsen op de pagina, zodat anderen er ook iets aan hebben. En misschien heb ik er zelf wel meer aan als wat ik in eerste instantie gemaakt had. Oké. Wat je net vertelde over dat vaak de vraag komt van, wat gaan jullie doen? Wat gaan jullie doen voor... Komt er binnenkort een dag van de verpleger of zo? Die vragen komen. Hè? Want wat je vaak ziet, is mensen tonen wat ze gedaan hebben. Ja. We hebben deze activiteit gedaan, maar dan is dat vaak te laat voor anderen. Ja. Zeker als dat tijdsgebonden is. En dan moet je dat jaar daarna terug gaan zoeken of zo. En dat is iets dat ik ook merkte. En daar hebben wij een kalender gemaakt met al die activiteiten. Ja. En dat gingen we nu ook doen in de sessie. Al eens even vooruitkijken naar de rest van de maand mei, misschien van juni. En van al opsommen wat we van plan zijn van te maken van activiteiten. Je hebt ze van een activiteit, je hebt iets gemaakt en mij doorgestuurd. Dat kunnen we nog eens bekijken. Maar ik zal eens even een kalender van mei bijhalen. Ik zal die even in beeld brengen. En ik ga eens tonen, ik heb dat gemaakt zelf omdat ik graag dingen maak op de computer. Ik ga eens kijken of ik mijn scherm kan tonen hier. Normaal zien jullie dat nu. Dat is op die website van Hartverwarmers. Dat is een gelijkaardig idee als de Facebookgroep. Maar daar staat minder op, daar gebeurt minder op. Maar ik heb wel proberen dat heel hard te structureren. Om ervoor te zorgen dat je makkelijk dingen terugvindt. Dat je makkelijk ook daarmee kan plannen. En bijvoorbeeld nu zie je in mei, voor mij hebben wij heel wat thema's gedefinieerd die telkens terugkomen. Vaak Vlaams thema's, maar misschien zijn er veel ook voor Nederland. Dag van de Lach, dat is internationaal. Moederdag, is dat bij jullie ook? 8 mei, komende zondag. Ja, ja. Week van de Zorg komt eraan. Dag van de Verpleegkundige, 12 mei. Dag van de Culturele Diversiteit. En iedereen kan eigenlijk ook hier suggesties doen van ideetjes. Er staan gewoon ook kleine ideetjes uit. Bijvoorbeeld Dag van de Lach. Er staat er als ideetje, nodig een lachcoach uit. Of organiseer een humoristisch toneelstuk. Of doe een lachyoga. En ik ga zo eens eentje open doen, bijvoorbeeld lachyoga. Dan zie je, ik moet even inloggen, ik ben nu niet ingelogd. En dan kan je heel die activiteit zien en downloaden. Zo, dat is denk ik, daar staat een heel filmpje bij. Ik zal het straks eens nemen. Maar dus hier kan je dus dat wil ik eigenlijk vertellen. Ik ben helemaal afgeleid aan het geraken op het internet. Dat wil ik tonen dat je je kan hier een kalender in A3 afprinten. En Ferry is daar ook doorgegaan. Ik heb hem dat gegeven. En daarop zie je ook al die momenten. Je kan dat zelf afprinten en zo kan je dan ook je eigen ideetjes daarop noteren. Als je hierboven klikt op brainstormblad, dan zie je ook alle ideetjes daarbij. En zie je ook invulvelden om zelf jouw eigen ideeën op te schrijven. Dat is een manier voor jou om zelf op voorhand goed na te denken over wat je volgende maand wilt doen. Zo. Dat is in grote lijnen wat we daarvoor geknutseld hebben om dat vlotter te maken. En Ferry heeft al eens nagedacht over wat jullie gaan doen. Hè? Of welke mogelijkheden er zijn
voor de maanden mei en juni. Zullen we die er even bij halen? Ja. Nou, je hebt net al wat dingetjes opgenoemd. Hè? Moederdag, dag van de zorg. Daar kom ik zo op terug, want daar heb ik een activiteit voor bedacht. Die op de site van Hartverwarmers gaat komen vandaag of morgen. En op de Facebookpagina Activiteitenbegeleiding voor Senioren zal het kant-en-klare printbestand ook komen. 17 mei dus. Ik denk dat dat hetzelfde dag is als wat jij bedoelde. Alleen het Vlaams en het Nederlands, dat is soms wat anders, dus ik weet niet of we hetzelfde bedoelen. 17 mei, internationale dag tegen holobie en transfobie. Binnen Nederland zijn wij heel erg veel verzorgingshuizen met de roze loper bezig. Zodat je wie je ook bent, wat je ook bent, wat voor huidskleur, wat voor seksuele geaardheid. Of je nu katholiek of protestant bent. Iedereen mag zijn wie die is. En wij hijsen dan de regenboogvlag onder andere uit. En hebben daar wel activiteiten bij. Dan op 19 mei, maar dat is meer voor de medewerkers. Maar daar zou je natuurlijk ook een leuke activiteit met de bewoners van kunnen maken. Dan is het fiets na je werkdag. Okay. Ik heb het niet bedacht. Ja, dat is het. Okay. 19 mei, fiets na je werkdag. En dan komen we eigenlijk al aan in juni wat mij betreft. Als je het echt over algemene en belangrijke dingen hebt. En dan is het sowieso belangrijk om te weten, maar dat is hoofdzakelijk voor de Nederlanders, helaas voor de Belgen, al zal dat bij jullie misschien ook zoiets zijn. In juni kun je je aanmelden voor een activiteit op burendag.nl en dan krijg je heel makkelijk €350 om een activiteit te organiseren. Burendag is op 24 september en de bedoeling is in heel Nederland dat je zoveel mogelijk dingen met je buren gaat doen. Nou ja, in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Het zijn ook allemaal buren, dus daar kan je voor alle afdelingen of locaties, ik meen €300 of €350 aanvragen. Ik heb het nog altijd gehad. Maar goed om te weten dat je dat in juni kan doen. En je kan alle informatie vanaf dan vinden op burendag.nl. Dan op 4 juni, dan is het opa en oma dag. In het verleden heb ik wel eens een complete kermis naar het verzorgingshuis gehaald, waarbij alle familieleden van bewoners, vrijwilligers en medewerkers gratis konden komen. En we hadden een draaimolentje, een treintje die door het dorp ging. Ze konden een groot laken beschilderen. Er mocht een auto beschilderd worden door kinderen. Er waren suikerspinnen, koffie. Nou ja, wij hadden dat gratis. Dat konden wij met een fonds. Maar je kan ook zeggen van laat ze bijvoorbeeld een braskaart kopen van €5 en de kinderen kunnen een keer gesminkt worden, een pannenkoek halen en een spelletje doen, noem het maar op. Voor de ouderen is met name dan het zien van familie, de gezelligheid en kinderen die op een springkussen springen. Dat was bij ons het doel, zeg maar, de sfeer. Misschien een idee om 4 juni iets voor opa en oma dag te doen. Dan op 8 juni is het, ik heb geen idee of dat ook in België is, Nationale Buitenspeeldag. Dan worden complete straten afgezet in Nederland en komen ze vrachtwagens met speelzand op straten gooien waar zandkastelen van gebouwd kunnen worden of met stoepkrijt tekeningen. Je kan het net zo inrichten zoals je zelf wil en het zou heel leuk zijn als je kinderdagverblijven of scholen of kinderen uit het dorp of de stad uitnodigt om bij jullie, bij het verzorgingshuis of verpleeghuis, de stoep vol te krijten of spelletjes te doen. En als ouderen daar naar kunnen kijken, nou ja, het kost bijna niks. Je hebt een hele leuke activiteit. 12 juni, als ik het goed heb begrepen, is het Vaderdag in België. En 19 juni is het Vaderdag in Nederland. Ik heb 19 juni staan. Misschien is dit overzicht fout. Op mijn jaarkalender stond in ieder geval 12 juni vaderdag in België, maar volgens mij is het ook nog gedeeltes van België dat het soms anders kan zijn. Heb ik ooit begrepen. Kijk het in ieder geval goed naar. Wij hadden afgelopen jaar een barbier uitgenodigd die de mannen een scheerbeurt gaven en ze kregen een geurtje op en er stond bier op tafel, et cetera. En dan alleen de mannen mochten komen. Nou ja, je kunt daar van alles bij bedenken. En dan ga ik even toch nog even skip maken naar 7 juli, want
daar kan je er vast over nadenken. Dan is het dag van het sprookje. Er zijn natuurlijk hele leuke activiteiten rondom te bedenken. Een vossenjacht, als jullie dat kennen. Of ja, 7 juli, dag van het sprookje. Dus daar kan je ook hele leuke dingen mee doen. Leuk. Heel veel van, ja, je ziet dat nu niet in beeld, maar ik ben er de kalender aan het bijhalen die ik opgesteld heb, samen met een paar andere mensen. En veel van de dingen die je zegt, zitten daar nog niet in. Dus nou, dan kan ik je de tip geven. Ik heb je nu al een heel lijstje gemaakt met allemaal activiteiten of thema's. Mocht je nog meer ideeën willen, of andere kijkers nog meer ideeën willen, als je nu, dus meteen een training, als je nu naar de Facebookpagina Activiteitenbeleiding van Senioren gaat, je gaat naar bestanden, je klikt op het loepje en je typt daarin jaarprogramma 2022. Dan zie je daar een heel jaarprogramma. Die plaats ik ieder jaar in december erop voor het nieuwe jaar. En er komen steeds meer vragen bij. Doordat leden aangeven, vergeet dat niet en dat niet. En daar vind je al dit soort dagen. Kan je uitprinten, op je kantoor hangen. Ja, daar staan al dat soort dagen. Maar nogmaals, let even op als je van België bent, of het ook voor jullie land van toepassing is. Even bij een beeld gehaald, zodat mensen dat goed kunnen zien. Ik vermoed dat veel mensen er aan het downloaden zijn. Ik ga eens even ondertussen gaan kijken of we extra reacties hebben. Want ik heb het gevoel dat je rond bent, hè? Ben ik rond? Ja, met dat wel. Ik heb heel veel te vertellen. Ik heb een heel lijstje. Dat was voor de maanden mei en juni. Iemand zegt, Cindy, dat 12 juni is in Vlaanderen. Oké, dat... Dan is dat dus wat ik bedoel. Het is wel goed om weten dat er zoiets simpel verschillend is in Vlaanderen en Nederland. Ook al verstaan we elkaar perfect. Ik denk dat we een oplossing gaan moeten vinden om die overzichten in Vlaanderen en Nederland te hebben. Want dat creëert verwarring, hè. Ik had nu het overzicht maar Google is de beste vriend. Ja, dat is wel waar, ja. Buitenspeeldag is hier al voorbij, zegt Cindy van Tomme. Oké. In Antwerpen is Vaderdag op een andere dag. Cindy van Tomme zegt, de generatie senioren bij ons in Vlaanderen snapt nog niet zoveel over transgenders, holibi, moeilijk thema. Misschien ja, dat kan. Aan de andere kant, wij zijn niet van mening dat wij al onze bewoners uit de kast willen krijgen. Wij willen helemaal niemand uit de kast krijgen, maar waar je wel bewust van moet zijn, is dat bijvoorbeeld het homoseksualiteit in de breedste zin van het woord, maar ook getinte mensen met een andere huidskleur als dat er gemiddeld in het verzorgings- of verpleeghuis wonen, die generatie gaat er wel aankomen. En om daarop voorbereid te zijn, nou dat klinkt zo zwaar, maar om te laten weten dat ook die mensen zich welkom mogen voelen, zou je kunnen denken om op die dagen er aandacht aan te besteden, maar eigenlijk zijn wij op mijn oude werk heb ik op een gegeven moment gezegd, de regenboogvlag gaat uit op speciale dagen. Kom uit de kastdag, de 17 mei, roze zaterdag, roze dinsdag. Je hebt heel veel dagen wat dat betreft. Maar standaard hangt er aan de vlag van onze stichting, Brabantzorg, bij ons een regenboogwimpel. Want in principe zeggen wij, wat voor kleur je ook bent, maakt niet uit, iedereen mag welkom zijn. En mensen valt het op. Dus ja... Je moet het niet doen, maar het is maar een idee. Het speelt wel echt in de wereld. Anders geaard zijn of een andere religie, noem het maar op. Maar dit bepaal je dus zelf of je er aandacht aan besteedt. Ja. Oké. Is verder gaan. Eens kijken. Hebben we nog. Wat dat je nu in beeld ziet is de quiz. Ik ga het even erbij halen voor de andere. In de quiz zag je Back to the Future. Zag je... ken je die film? Back to the Future. Ik heb er wel eens van gehoord. Ja. Oké, dus het was gewoon eigenlijk snel. Daarnet heb ik een beeldje gezocht. Omdat ik jou wil vragen naar hoe kijk je vooruit. Zeker misschien ook nu met dat je een nieuwe rol hebt. En nu je 4 jaar met een groep bezig bent. Hoe zie jij het evolueren? Ja. Nou sowieso binnen de activiteiten ben ik van mening dat je altijd vooruit moet gaan kijken.
Bijvoorbeeld de escape spellen. Nou ja, dat is wel al een paar jaar, die escape rooms zijn al een paar jaar populair. Maar ik dacht toen van, ja, hoe kun je dat dan binnen de ouderenzorg gaan krijgen? Want dat moet kunnen. Nou, dat is dus inmiddels door een collega die zo'n escape spel heeft geplaatst over een cake dief. En er zat een heel verhaal omheen. Nou, hele leuke spellen. Maar ook bijvoorbeeld zag ik afgelopen week in Nederland komt er vanaf 6 mei een nieuw televisieprogramma. Think Inside the Box. Raden wat er in de box zit. En toen dacht ik, ik ga een grote houten box maken, die komt op tafel staan. Daar kan je een voorwerp inzetten of een foto van de koning of een strijkijzer of een rolletje pepermunt. Daar gaat een bewoner of een vrijwilliger achter zitten en die mag alleen maar de vragen beantwoorden met ja en nee. De bewoners moeten raden door vragen te stellen wat er in de box zit. Mm-hmm. Het programma, hoe dat precies uitziet op televisie, dat weet ik niet. Maar ik dacht meteen, hey, daar ga ik iets op bedenken. En ook heb je in Nederland het televisieprogramma. Stapje terug. We hadden afgelopen week een Koningshuisspel. Dat heb ik aangepast aan de quiz die ik ooit vaker heb gemaakt. En per toeval kwamen de mannelijke bewoners tegenover de vrouwelijke bewoners zitten. Was per toeval. We hadden twee rijen stoelen en dat gebeurde. En toen zei ik tegen iemand die ik begeleid, ik zeg, de jongens tegen de meisjes, dat is een Nederlands bekend televisieprogramma, daar gaan wij een spel van maken. Nou, zij heel enthousiast, ik enthousiast. De mannen krijgen dan allemaal vragen over vrouwen en de vrouwen krijgen allemaal vragen over mannen. En kijken wie nou het meeste weet over het tegenovergestelde geslacht, zeg maar. Nou ja, dat zijn dingen die in ieder geval qua, hoe kijk ik naar de toekomst, qua activiteiten, ben vernieuwend. Blijf niet hangen bij de dingen die je al jaren doet. Want mensen van een nieuwe generatie komen binnen. En voor de Nederlanders, heel bekend, Tulpen uit Amsterdam, die liedjes. Tulpen uit Amsterdam, daar bij die molen. Ja, oké, dat is heel leuk. En heel veel artiesten bellen mij op. Kan ik bij jullie optreden? En dan zeg ik, ja, dat kan. Of nee, dat kan niet, want we zitten al vol voor de rest van het jaar. En als ik dan zeg van nee, het kan op dit moment niet, maar misschien een andere keer. Dan zeg ik, ja, maar wij kunnen Tulpen uit Amsterdam of daar bij die molen. Ja, oké. Maar ben je bewust dat er een nieuwe generatie binnen in het verzorgingshuis is of gaat komen, die ook van Queen en vanmiddag hebben wij muziek van ABBA gehoord. Mensen vonden het geweldig. Dus denk altijd een stapje vooruit. Denk regelmatig van hoe kunnen wij dingen vernieuwen of in een nieuw jasje steken. En vraag ook vooral aan de bewoners wat zij graag willen. Qua Facebookpagina. Je ziet steeds meer Facebook Live, zoals dit. En ik zou het zelf ook heel leuk vinden. Dat is niet om dit nu te gaan kopiëren. Dat wil ik absoluut niet. Wij zijn gewoon vrienden van elkaar en geen concurrenten. Want we kunnen allebei iets aan de pagina's kunnen we allemaal iets van leren. Maar het lijkt me ook heel leuk dat we eens een keer een paar Facebook Lives doen. Dat je een activiteit niet alleen op een plaatje kan delen, maar ook met een filmpje. Dat er bijvoorbeeld een keer op een bepaald moment wat zitdansen getoond worden. Of een interview met bijvoorbeeld net als Ria die dat boek heeft geschreven. Maar zo zijn er heel veel dingen die je ook in Facebook Live zou kunnen laten zien. Zodat het nog meer interactief wordt. Ik weet niet of dat gaat lukken. Maar dat zou, ja, je hebt mij die vraag gesteld. Denk daar zo van na. Dan denk ik, nou, dat zou misschien wel de toekomst kunnen zijn. Oké. Dus, Als je daar meer over wilt weten, kan ik je dat wel eens tonen. Maar ja, dan moet ik eerst veel tijd hebben in ieder geval. Maar dat schort het vaak aan. Bezig al. Dan heb ik nog een vraag. Puur omdat ik ben ontwerper en ik ben veel bezig met. Klinkt wat raar eigenlijk in de setting van ouderenzorg, maar met efficiëntie. Er zijn weinig. Te weinig handen aan het bed in Vlaanderen, zeker, ik vermoed in Nederland ook. En dan het delen van activiteiten, dat is al een hele logische. En dat niet iedereen weer dezelfde activiteiten maakt. En dat je kan bij elkaar gaan lenen, tijd uitsparen, zo, als activiteitenbegeleider. Mijn vraag is zo, zie je zo nog manieren waarop activiteitenbegeleiders meer tijd kunnen uitsparen? Ik kan het misschien nog wat kaderen. In Vlaanderen mogen wij niet meer animatoren zeggen. Dat mag bijna niet meer. Je bent begeleider wonen en leven.
En je zorgt Dat is in ervoor Nederland ook. ja, dat bewoners een goede tijd hebben. En je hoeft dat eigenlijk niet per se zelf te doen. Je hoeft niet per se zelf die activiteit te organiseren, uit te voeren, te bedenken. Je moet er gewoon voor zorgen dat er een omgeving is waarin dat kan gebeuren. En waardoor andere mensen dat ook kunnen doen. En misschien in dat opzicht zo, hoe zie jij zo nog manieren hoe mensen kunnen Ja, samenwerken? ik vind het een beetje dubbel. De studenten die nu stage lopen, die volgen vaak de opleiding zorg en welzijn, waarbij ze heel duidelijk aangeven, wij krijgen meer zorg, informatie over zorg dan over welzijn, over activiteiten. Ik vind dat echt een gemiste kans. Ja, wat kan ik daar nog meer over zeggen? Ik hoor steeds vaker dat er gastvrouwen aangenomen worden binnen, in ieder geval zo noemen ze dat bij ons in de binnen de stichting. En dat zijn mensen uit de zorg of mensen die bijna letterlijk van straat zijn geplukt zonder opleiding in activiteitenbegeleiding. Hebben wel wat taken als zorg, mensen naar het toilet brengen, eten geven en dergelijke. Maar daarnaast moeten ze ook nog activiteiten organiseren. En dat vinden die mensen niet altijd makkelijk. Ook komt er dat ook bij kijken. Oh, moet ik dat ook doen? Ja, het is niet dat je altijd maar alles uit de kast kan trekken en dat je een kant-en-klare activiteit hebt. Ik vind het wel jammer dat ons vak als activiteitenbegeleider veel meer naar de achtergrond gaat en dat ze veel meer verwachten van bijvoorbeeld een verzorgende die een fijn moment kan geven of een gastvrouw of iets dergelijks. En ik hoop niet dat ik nu mensen tegen het zere been schop. Maar ik ben van mening dat activiteitenbegeleiders wel degelijk een belangrijke functie binnen een heel zorglocatie zijn. Als bewoners zich prettig voelen, als wij dat zelf ook ons prettig voelen, dan vergeten wij onze pijnklachten en dat wij de kinderen misschien wel missen als ouderen zijnde, hè, als ik me verplaats naar de ouderen. Dan vergeet ik misschien dat ik niet meer in mijn oude vertrouwde huis woon. Maar dat ik in een verzorgingshuis woon. Heel veel mensen kiezen daar niet voor, maar die moeten noodgedwongen daar wonen. Om die mensen even af te leiden door een leuke activiteit, kan het zijn dat de mensen veel beter in hun vel gaan zitten en daardoor minder zorg nodig hebben. Ja, ik vertel het misschien wel warrig, maar begrijpen jullie Nee. wat ik daarmee bedoel? Ik kan zeker, denk ik toch. Ik ga eens kijken ondertussen of mensen daarop reageren. En ik had misschien kort, iemand zegt hier nagel op de kop, Lotte Behets. Cindy van Thomas zegt gastvrouwen versus leefmoeders of logistieken. Dat begrijp ik niet zo goed. Maar inderdaad ook, ik denk. In Vlaanderen is er een stroming of een reeks opleidingen, de woon-leefwijzer. En daarin zeggen ze: de begeleider wonen en leven werkt op 6 sporen. Ik moet zien dat ik hier niet te technisch word, maar op 6 sporen. En activiteitenbegeleiding is daar één van en een belangrijke van. Maar je hebt ook livingbegeleiding, een gezellige living maken. Je hebt ook cultuurcoach, zorgen dat er culturele activiteiten gebeuren. Je hebt de buurtbetrekker die de buurt binnenhaalt. Het heeft verschillende aspecten. Maar ik denk dat het klassieke beeld in Vlaanderen, dat men wil dat niet enkel dat spoor van activiteitenbegeleiding, dat niet enkel er zo uitkomt, maar dat die 6 verschillende sporen ook uitgelicht worden. En je hebt daar ook de referent, denk ik, van wonen en leven tussen, die de aanspreekpunt daarvoor is in het woonzorgcentrum. Je hebt verschillende rollen. Iemand is hier aan het opzommen. Cultuurcoach, de buurtbewerker. Het is dat. En dat zijn dingen die ik dan bijvoorbeeld binnen mijn functie allemaal tegelijk deed. Dat was mijn functie binnen de evenementencoördinator, zeg maar. Maar ook moeten we niet vergeten de vrijwilligers. Er wordt steeds meer, tenminste in Nederland, nou ja, in ieder geval binnen onze stichting, maar ik denk overal, heel veel van vrijwilligers verwacht. Als ze ziek zijn, dat ze zelf voor vervanging gaan zorgen of als ze vakantie hebben. Dat de activiteitenbegeleiders steeds minder tijd krijgen om de activiteit zelf te doen, maar om moeten zorgen dat de vrijwilliger de activiteit kan draaien. Dus daar wordt wel heel veel van iemand verwacht die de opleiding niet heeft gedaan. En dat wil niet zeggen dat diegene het niet goed kan of wat dan ook, want zonder opleiding
kunnen veel mensen vaak nog veel meer als mensen die een opleiding hebben. Maar dan wordt er van ons verwacht dat wij een kant-en-klaar pakketje met een activiteit afgeven. En wij dan moeten zeggen tegen de vrijwilliger, succes, ik ben nu naar de volgende groep. Doe jij deze groep begeleiden? Dat is wat er bij ons gebeurde in het verleden. En dat vind ik eigenlijk jammer, want jaren geleden deden wij het samen met vrijwilligers. Mm-hmm. En dan, dan ben jij als activiteitenbegeleider ook eindverantwoordelijk en kun jij ook, ben je verplicht om voor de goede sfeer te zorgen. En voor een vrijwilliger valt het niet altijd mee, die in zijn vrije tijd ja, een leuke dagindeling voor de bewoners wil verzorgen. We zijn al lang bezig en we kunnen nog lang bezig blijven. Ik ga eens even kijken naar de presentatie die ik heb. Ik denk dat wij nog twee dingen gingen doen. Ik heb eigenlijk een oproep die er perfect op aansluit, op het verhaal van vrijwilligers. Misschien ga ik dat eerst doen. En dan had jij ook een activiteit gemaakt die we nog kunnen voorstellen. En ik denk dat het is. Ik ga eens even de slides erbij halen. En eens kijken of ik juist ben. Ah ja, perfect. Ja, klopt. Aan de mensen die nu aan het kijken zijn, heb ik een oproep. Ik vertelde in het begin dat wij nu 4-5 jaar samen met teams in Vlaanderen een co-creatie doen. Dat we samen naar oplossingen zoeken om het makkelijker plezant te maken. Dat klinkt heel simpel, hè, maar naar oplossingen om veel makkelijker bewoners een goede tijd te geven. En een van de domeinen is samenwerking met vrijwilligers. Hoe enthousiasmeer je vrijwilligers? Hoe toon je het aanbod aan vrijwilligers? Hoe zorg je ervoor, denk ik ook, dat je veel minder aan telefoon zit rond te bellen, te zien wie er nu afkomt, zit afspraken te maken? Ja. We hebben de indruk dat er heel veel tijdswinst te maken is als dat meer georganiseerd kan worden. En de komende weken zijn mijn team en ik op zoek om daar meer over te weten nog. En we zijn we gaan interviews doen, eigenlijk heel concreet. Dat is denk ik, ik ga het er eens even bij halen. Ik had hier een link die nu in de Facebook gaat komen, normaal gezien. Heb ik dat hier? Voilà, ik heb een link en dan kan je met die link kan je een interview boeken met mij. En dat is een half uurtje, drie kwartier dat jij eens aan mij vertelt hoe dat jullie dat doen. Met vrijwilligers werken, welke tools jullie gebruiken en ook wat dat jullie op vastlopen, wat dat beter kan. En dat is een half uurtje, drie kwartier om dat in kaart te brengen. En met mijn team ga ik dan terug weer oplossingen daar rond maken om dat vlotter te doen lopen. Er wordt in te veel sectoren heel veel geld gestoken in heel complexe technologie. In de woonzorg veel te weinig eigenlijk, in ouderenzorg veel te weinig. Dat is soms een rare combinatie wel, technologie en ouderenzorg, maar daar is zeker winst te boeken. Er zijn zeker goede oplossingen te maken, bedoel ik, waarmee het veel vlotter kan voor teamleden om dingen te organiseren. Specifiek dat spoor van vrijwilligerswerking, daar kruipt veel tijd in. En als je daar eens over wilt praten, laat maar weten. En die link staat normaal in de Facebook Live. En dan kan je eens met mij eens vertellen wat dat je ambetant vindt, wat dat je niet leuk vindt en wat dat beter kan. Dat is het in grote lijnen. En dan had Ferry nog een... je hebt iets gemaakt, hè, voor binnenkort, voor een agenda dat je wilt delen. Ja. Ik heb twee dingetjes eigenlijk. Het ene wat ik nog wil zeggen, en dan sluit ik zo meteen wat mij betreft van af met dat idee voor activiteit voor... 12 mei, dag van de zorg, dag van de verpleging. Ik wilde nog even een tip geven, omdat ik heel veel fondsenwerving heb gedaan. In het verleden kreeg ik vaak op Facebook te horen, dan plaatste ik een activiteit die best wel wat geld kostte. Ja, en dat kunnen wij niet betalen, hoe doen jullie dat nou? En dat is toch, hè, dan krijgen wij toch nooit voor elkaar. Als je goed gaat zoeken, kom je heel eind. Ik heb voor dit jaar, ik denk al bijna voor 5000 euro aan fondsenwerving gehad in deze paar maanden. Binnengehaald om spullen, activiteiten voor senioren te krijgen. Ik heb allemaal gymmaterialen, zitdansspullen. Ik heb voor 1500 euro artiesten die het hele jaar komen optreden. Kost ons niks. Kost me alleen een paar mailtjes. En ik wil de tip nu vanavond in ieder geval geven voor de Nederlanders. Sorry, maar wellicht is dat in België ook iets mogelijk.
op Brentanosteun, dus brentanosteun.nl. Daar kan je vanaf oktober 2022 weer aanvragen doen. Je kan alleen maar aanvragen doen voor muzikale activiteiten. En dan kun je zelf kiezen, wil je één artiest van 1500 euro of goedkoper, maar max 1500 euro. Of wil je iedere maand een artiest van 100 euro, dat maakt niet uit. Totaalprijs van 1500 euro kun je aanvragen. En ik heb nog alle jaren goedkeuring voor gekregen. Ik heb nu zelfs voor 3 zorgafdelingen die 1500 euro aangevraagd en gekregen. Maar de nieuwe aanvragen kunnen vanaf oktober 2022. En ik weet niet of die of in België Rotary Clubs zitten. Maar in Nederland heb je die ook. En ook daar heb ik pas geld van gekregen. Voor allemaal beweegmaterialen. Dus er is meer te halen dan dat mensen vaak denken. Dat is even nog een tip die ik mee wilde geven. Okay. Dan de activiteit. En misschien kort, Ferry. Dat zeg ik graag. Daarnet was ik op een conferentie voor ergotherapeuten. En daar liep heel veel volk rond. En ik was rustig, ik stond daar rustig op mezelf eigenlijk. En ik hoor iemand, ik hoor 2 dames een paar meter van mij zeggen: ja, die Ferry van die website, die vindt overal geld. En ze begonnen zo allemaal voorbeelden te vertellen. Maar ja, ik vind dat een stunt om geld overal vandaan te halen. We hadden laatst Willeke Alberti, die kost officieel 4.500 euro, Nederlandse bekende zangeres. Ja. Het heeft mij geen euro gekost. Daar ben ik al een tijd mee bezig geweest, met anderen ook. Ja, het is maar net hoeveel energie wil je erin steken. En op mijn oude werk willen ze nu graag een quick-up. Zijn we nu ook weer, ja, nu ben ik er niet meer mee bezig, maar ik heb het overgedragen. Die gaan ze waarschijnlijk wel eentje krijgen. Je moet eens even googlen op fondsenwerving, zowel voor België als Nederland. Er is veel meer te halen, ook in je eigen regio, dan dat de meeste mensen weten. Ik weet ook dat niet iedereen zoveel tijd heeft als dat ik misschien had met mijn functie. Want ik stond weinig op de groep, dus ik was verantwoordelijk daar ook voor geld binnenhalen en zo. Maar het gaf mij iedere keer weer een goed gevoel als ik weer geld binnen heb gehaald. En dat gaat niet om tientjes, maar dat gaat echt om een paar duizend euro. En dat is toch wel interessant om daar activiteiten van te organiseren. Goed. Zal ik de creatieve activiteit laten zien? Dat is goed. Die wordt dus vanaf vandaag of morgen op hartverwarmers.nl geplaatst. Moet ik even kijken of ik of dat jij dat kan. Moet ik even kijken. En op de Facebookpagina van Activiteitenbeleiding voor Senioren komt die dadelijk staan. Nou, jullie kennen allemaal de doosjes Ferrero Rocher in de supermarkt te koop. Lekker. En dan heb ik ook dat ik het goed kan laten zien, anders ga ik de camera een beetje naar beneden zetten. Ik heb net even een voorbeeld gemaakt. Mijn kleurkunsten zijn niet geweldig, maar ik heb het gauw nog voor deze meeting gemaakt. Even kijken, is dat zo te zien? Ja, even kijken. Dat is goed in beeld. We hebben een bestand. Kijk, dat zie je hier. 12 mei, dag van de zorg. Kijk, en meteen ook de pagina erbij. Meteen reclame voor ons allebei voor de pagina. Daar staan 6 afbeeldingen op. Die heb ik laatst ontwerpen door een assistent-medewerker die ik nu begeleid bij de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En het idee is dat de bewoners deze kunnen kleuren. Dus in plaats van dat het voor de bewoners is, kunnen ze nu iets maken voor de verzorgende, voor de ergotherapeuten. Voor alle mensen die goed voor ze zorgen. Nou, het is bijna zover. Dus dit kun je één deze dagen uitprinten. En het mooiste is om op een beetje dikker karton op papier te printen. Dan laat je ze kleuren. En uiteindelijk plak je met een beetje lijm of een dubbelzijdig plakbandje. Plak je ze op het papiertje. En dan zal ik hem even iets dichterbij zetten. De ene, hier zo. 12 mei, dag van de zorg. Jij bent goud waard. Misschien wel leuk om met een goudstift of met iets dergelijks te doen. En een beetje dikker karton is het leuker. Maar dan hebben ze en iets kunnen kleuren, de bewoners. En het is hartstikke leuk. Geef aan iedere bewoner eentje. En dat ze die op 12 mei aan een receptionist kunnen geven. Of iemand aan de zorg. Of iemand die goed voor ze zorgt. Je hoeft ze ook niet te kleuren. Maar ik denk, zo maak je de bewoners, betrek je ook meteen bij de activiteit.
Het bestandje kun je gewoon ieder jaar gebruiken. Want 12 mei is altijd bij ons in ieder geval dag van de zorg, van de verpleging. Dus doe je dit jaar niet, misschien kun je er volgend jaar iets mee. En overigens... Het is de verjaardag van mijn moeder trouwens. Dus ik kan misschien met een beetje tipex een stukje wegdoen. En enkel jij bent het woord overhouden. Ja, je kan ook hier natuurlijk het randje afknippen. Dus de tekst eraf halen. En dan heb je gewoon een leuk cadeautje voor moederdag. Ja. Doe er een pakje omheen. En dan, of inderdaad tipex. Of misschien kun je in Paint zelf de tekst aanpassen. Dat is dat. Oké. Goed. Leuk verder. Ik denk dat veel mensen dat we mee zullen aan de slag gaan. Dat we zullen vinden. En we zijn nog altijd met 31. Dat is wel tof. We zijn met ongeveer 30 begonnen. En nog altijd met 30. Dat vind ik wel heel tof. Want vaak starten wij die sessies met veel volk. En dan gaandeweg gaan mensen weg. Maar tof, mensen zijn gebleven. Of er zijn nieuwe bijgekomen. Dat kan ook, natuurlijk. Maar fijn. Er is me nog één ding. Nog één korte boodschap. Ik probeer altijd kort te kaderen ook voor de mensen die mijn organisatie nog niet kennen, wat dat wij doen. Dat duurt heel kort. Ik moet dat doen van onze boekhouder. Anders kan ik dit niet inbrengen in de boekhouding en zo. Dan denk ik heel kort wat dat wij doen, waar wij door gepassioneerd zijn, is eigenlijk eenvoudig. Ik ga het even tonen. Je kent ons misschien van de website met activiteiten, hartverwarmers. Dat zijn meer dan 200 activiteiten nu. Maar dat zijn algemene activiteiten. Iedereen kan die downloaden. Iedereen, dat is ingezonden door heel veel woonzorgcentra in Vlaanderen, sommigen in Nederland. Maar dat zijn algemene activiteiten. Ons commercieel bedrijf, eigenlijk mijn werk, dat ik zelf uitgevonden heb, heet Soul Center. En wij maken een platform om net te zien van wat willen onze bewoners doen. Het is één ding van veel activiteiten te hebben, maar het belangrijkste is wel van wat willen onze bewoners doen. Wat interesseert hen? Wat kunnen zij nog? En wie zijn zij? Wat doen ze graag? En van daaruit geschikte activiteiten te vinden. En dat is wat wij met Soul Center doen. We maken het makkelijk om te ontdekken wie de bewoners zijn en om dan daar op basis daarvan uw activiteiten af te stemmen. Te zorgen dat iedereen een leuke activiteit wil. Wat ik dat graag toon, is de Nederlanders zullen deze mensen misschien niet kennen, maar dat zijn oude bekende Vlamingen. Zou het niet mooi zijn als iedereen die in het woonzorgcentrum kan wonen, dat je direct weet van, ah maar ik ken u, jij bent deze bekende mens. En hier zien we, dit is een oudgemaakte minister, een oudgemaakte zanger. En als die mensen, of stel dat Willeke Alberti in uw woonzorgcentrum komt wonen, ja, dan weet je wat je samen kunt doen. Wat als je dat voor iedereen direct weet? Als je voor iedereen direct weet van, ah maar ik ken u, jij vindt dat tof en dat tof, oké, wij kunnen samen hier een zinvolle tijd beleven. Dat is het basisprincipe, dat we heel praktisch proberen te ondersteunen. Voilà, dat was mijn commerciële boodschap. De boekhouder zal tevreden zijn. Goed. Ja. En mijn bankier ook. Ja. Ferry. Heel leuk dat je erbij was, dat we dat samen konden doen. Een fijne sessie. Graag gedaan. Is er nog één laatste ding dat jij wilt zeggen? Aan mensen die aan het volgen zijn, aan mij, wil je nog iets kwijt? Nee, blijf goed voor de senioren zorgen, zou ik zeggen. En kijk, waar ik me nu al bijvoorbeeld zorgen om maak, is dat de corona in het najaar terugkomt. En dat moet ik misschien niet doen, maar het is wel reële gedachte als ik de Nederlandse televisie mag volgen. Haal tips uit wat er afgelopen jaar misschien op jullie site stond. Maar zeker ook op de Facebookpagina. Er zijn heel veel alternatieve activiteiten die dan ook gedaan kunnen worden. En in het algemeen, niet alleen dan, maar sowieso in het algemeen. Kijk niet naar wat niet kan, maar wat wel nog kan. Het zit hem vaak in hele kleine dingen. Er worden vaak grote activiteiten gedeeld bij hartverwarmers en bij onze Facebookpagina. Voor de activiteiten blijven voor senioren. Maar kijk hoe je het kan aanpassen naar jouw doelgroep. En denk niet altijd te groot. Het zit hem in de kleine dingen. En blijf ons allebei volgen. Dus de Facebook mensen van ga naar hartverwarmers.be. Kijk daar eens goed. En ik nodig alle mensen die daar nog niet mee bekend zijn uit. En ik ga dadelijk allemaal iedereen accorderen dat ze lid zijn van de pagina. Perfect. Nog
nog misschien één ding. Ik heb hier geluidseffecten. We gaan nog even een applaus geven. Heb je dat gehoord? Ja, leuk! Wow! Okay. Goed. Oké. Okay. Ferry en iedereen die hier nog bij is. Niet zo laat, hè. Het is al iets voor 9 in Vlaanderen, bij jullie ook, vermoed ik. Hij is nog een uur voor. Heel fijn dat jullie... Allee, dat is straf eigenlijk toch, hè. Dat mensen nog om iets voor 9 dit aan het doen zijn, dat vind ik echt wel tof. Dat mensen nu nog kennis uitwisselen, nieuwe dingen willen bijleren, elkaar steunen. Super tof dat... Er zijn mensen met hart voor de dorp. Dat is gewoon... superleuk dat iedereen erbij was. En tot de volgende. Volgende maand doen wij weer zo'n sessie. Ik weet nog niet met wie, maar ik denk dat ik weet wie. Iemand van de conferentie vandaag die nog niet weet dat hij volgende maand hier de gast gaat zijn. Oh. Ik ga de Elise Cornelis waarschijnlijk, maar ze weet dat nog niet. Ik ga daar straks vragen. Oké. Iedereen, salut. En tot binnenkort. En deze opname die blijft ook beschikbaar hier op Facebook normaal. Je kan dat achteraf ook bekijken, moest je willen. Of je kan dat ook doorsturen naar iemand dat graag wilt dat het bekijkt. Dat is het beter. Ja. Oké. Goed. Salut iedereen, goedenavond. En tot een volgende keer. Bye bye. Houdoe. Dag Ferry, salut. Ik ga direct afsluiten. Houdoe.